Wel erg leuk. Ook leuk voor het festival. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ga zo meteen naar Amsterdam toe om met Jamira lekker te gaan winkelen in Amsterdam. Vandaag is de laatste dag dat onze studenten-OV geldt, dus we wilden wel wat leuks gaan doen. Het gaat buiten echt denk ik straks omweren, want kijk. Daar zit een hele donkere wolk. En die denk ik dat die zo meteen gaat uitbarsten. Dus het gaat zo meteen regenen. En vanavond is ook We Are The Future. Ik weet niet of ik daarheen ga met Nadia, Kaya en Ilona. Maar dat gaan jullie allemaal zien in deze vlog. Ik ga jullie vandaag in ieder geval wel meenemen op stap. En het gaat regenen. Fijn. Altijd als Jamira en ik weggaan of zo, gaat het regenen. Toen wij in Utrecht waren, ging het regenen. We gaan naar Amsterdam, het gaat regenen. Dus, nou, we zien het allemaal wel. Ik ga even op mijn telefoon checken en daarna ga ik me omkleden. En dan laat ik jullie zeker mijn outfit zien. Dus, let's go. Inmiddels is het alweer 10 minuutjes later voordat ik het laatst heb gevlogd. Ik ben omgekleed, dus wat ik draag, deze trui van de weekend, zwarte broek en nog geen schoenen, maar sokken. Ik ga denk ik mijn fans doen of deze schoenen, die vind ik wel erg leuk. Ook leuk voor het festival. Dus ik ga zo meteen even sokken pakken en dan spreek ik jullie zo weer als ik met Jamira ben in de trein. Inmiddels weer de volgende dag, maar ik wil wel even laten zien wat ik allemaal vandaag in Amsterdam heb gekocht bij de Bershka en bij de Stradivarius. En dat heb ik allemaal in dit tasje gevoegd. Super leuk, dus dat ga ik jullie nu laten zien. Als eerste zit er een jasje in en deze had ik al van de weekend, dus die heb ik niet gekocht. Oké, laten we beginnen bij de Bershka. Daar heb ik twee items gekocht voor de zomer, want voor de mensen die het willen weten, ik heb een plankje op mijn kast en daarin zitten zeg maar, verzamel ik per plankje, één plankje zeg maar, vakantiekleding en die draag ik, ga ik echt alleen maar dragen als ik op vakantie ga, pas ga ik, zo jemig. Ik heb een laadje en daar doe ik kleding in waarin ik me op vakantie ga kleden. En nu nog niet omdat ik nu bang ben dat ik het vies ga maken, maar dat is dus lekker duidelijk weer, Jane. Lekker duidelijk. Oké, de verkouden. Als eerste heb ik dit shirtje gekocht. En het staat op Fast Rider. En het heeft heel erg leuk een auto. Super gaaf. En die past heel erg goed bij mijn M&M shirt. Die ik ook bij de Bershka heb gekocht. En deze was 4 euro. Dan heb ik bij de Bershka dit spijkerbloesje gekocht. En op de achterkant heeft het een heel leuk patroontje. Super gaaf. En er staat op. After you comes the best. En deze was 28 euro. En nu 8 euro. Dus dat vond ik hem ook heel erg leuk. Dan heb ik bij de Stradivarius heb ik ook nog wel dingetjes gekocht. Als eerste dit hele leuk blouseje / shirtje. Super gaaf. En er staat hier ergens op, hier in het oranje staat er waar staat het aan? Oh ja, hier. Dit Always on the Run. En super gaaf vond ik hem. Heel erg leuk. En hij was van 46 euro naar een tientje. En ik ben altijd benieuwd wat hij dan hiervoor heeft gekost. Want er zit zeg maar
nog een rode sticker op. En waarschijnlijk heeft hij dan het dubbele gekost. 12 euro, 99 euro gekocht. En dan heb ik iets gekocht. En ik was er heel erg lang op zoek naar zoiets. En ik zag op de Stradivarius site een hele leuke rugzak in het mosterdgeel. En ik was dus gisteren was ik in Den Haag bij mijn moeder. En daar hadden ze alleen nog maar de blauwe en de rode variant. Maar die vond ik niet leuk. En toen dacht ik, weet je, laat maar, ik koop het wel niet. Dus toen was ik vandaag in Amsterdam. En toen liep ik naar boven. En toen kwam ik de rugzak tegen. Die vond ik echt super leuk. In het okergeel. Ik wilde hem al heel lang in het okergeel. Je hebt hier een vakje, twee vakjes aan de voorkant. Je kan hem zo open doen. En met dit touwtje kan je hem dan gewoon openmaken. Super leuk. Echt een heel groot vak. Dus ik ga deze lekker meenemen als ik op vakantie ben. En ik vind deze heel erg leuk. En deze was eerst van 20 euro naar 10 euro. Dus ik ga hier lekker van genieten. Ik ga nu even alles netjes opvouwen. En in die vakje leggen. En dan duidelijk leg ik mijn bed in. Dus bij deze sluit ik deze vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. Daar zou je me super blij mee maken. En vergeet me ook zeker niet te volgen op social media. Twitter, Instagram en Snapchat. Het zal allemaal in de beschrijving staan. En ja, dan zie ik jullie in de volgende video weer. Dus tot in de volgende video. Doei doei!